Goedemorgen iedereen, welkom bij dit webinar over privacy en gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein. En we gaan het vooral hebben over de vraag rondom op- en afschalen van hulpverlening en zorg. En hoe ga je daar dan zorgvuldig om met persoonsgegevens en met privacy van alle mogelijke betrokkenen? Heel kort iets over mezelf, ik ben Hans Versteeg, ik ben adviseur bij VLOT. En VLOT is een ondersteuningsteam wat gemeenten en samenwerkingspartners in de regio helpt om in het domein van zorg en veiligheid tot een goede samenwerking te komen. En daarnaast werk ik bij de VNG en houd me daar bezig, ook met privacy en gegevensdeling. Namens de VNG zit ik in diverse werkgroepen rondom privacy en gegevensdeling. En ik mag dit webinar geven samen met Leon Sonneschijn. Die zal straks uitgebreid aan het woord komen. Leon is expert op het gebied van privacy en gegevensdeling in zorg- en veiligheidsdomein. Hij adviseert veel gemeenten. Veel samenwerkende partijen en is ook nauw betrokken bij een aantal wetgevingstrajecten, waar we ook vanmorgen iets meer over zullen vertellen. Dit webinar is een verdieping op een eerder webinar rondom op- en afschalen, het AVE-model, de aanpak voorkoming escalaties. AVE zal een paar keer terugkomen, ook vanmorgen. Ja, er is een paar weken geleden een eerste webinar geweest, ook over echt AVE. En daar heeft Mieke Lohman toen uitgelegd wat AVE is. En als aftrap zou ik eerst even willen voorstellen naar een kort filmpje te kijken waarin Mieke nog samenvat wat AVE nou precies is. In het vorige webinar hebben we uitgebreid stilgestaan bij het opschalingsmodel AVE. Belangrijk daarbij was natuurlijk de uitleg over het verschil tussen casus en procesregie. Maar in ieder geval komt er daarbij goed naar voren dat je met elkaar samenwerkt in een team rondom een gezin met andere hulpverleners. En als je samenwerkt, dan zorg je voor samenhang. Om helder te krijgen van wie doet wat, wie is waarvoor verantwoordelijk. En om dat op een goede manier te doen, is het nodig dat je informatie met elkaar deelt. Nou, we merken tijdens de trainingen die we her en der geven, dat er veel vragen zijn over van wat mag wel en wat mag niet. En dat er toch ook wel een handelingsverlegenheid is op dat punt. Moet je schriftelijk toestemming vragen? Kan het mondeling? Wat mag je allemaal delen met elkaar en hoe leg je het vast? Ook tijdens het vorige webinar zijn er vragen gesteld over privacy. Daar hebben we gedeeltelijk al wel antwoord op gegeven, maar we hopen in dit webinar hier goed op in te kunnen gaan. Belangrijk daarbij is dat we zeggen van het gaat niet alleen om de foto, maar het gaat om de film. Mieke, tot zover een korte introductie ook in het AVE-model. We komen er straks nader op terug. Maar eerst even een paar huishoudelijke mededelingen, ook nog voordat we echt de inhoud induiken. Bij dit webinar kunnen jullie ook gebruik maken van de chatfunctie. En het verzoek is, doe dat ook volop. Jullie kunnen vragen stellen in de chat en daar zullen we ook meteen live op reageren. Op een aantal punten komen we daarop terug en gaan we op jullie vragen in. En voor ons is het ook wel prettig om een beetje te weten wie er aan de andere kant van de camera zit. Dus als je heel kort ook in de chat je naam en je functie wilt aangeven, dan helpt ons dat ook om een beetje een beeld van het publiek te krijgen. Wat ik zei, jullie kunnen je vragen stellen via de chat. De chat wordt later ook gedeeld, zodat ook de vragen die daarin gesteld zijn en de antwoorden die erop zijn gekomen, door jullie nog eens een keertje nagelezen kunnen worden. En ook de PowerPoint-slides worden gedeeld. Tot zover de huishoudelijke mededelingen. Nou, toch terug naar de inhoud. Het filmpje wat Mieke net liet zien over het AVE-model, over op- en afschalen. En de vraagstukken die daar spelen rondom ook privacy en gegevensdeling. Mijn eerste vraag aan Leon is dat rondom op- en afschalen partijen er vaak ook tegen vraagstukken aanlopen. Mag dat wel vanuit de privacy? En mijn eerste vraag aan Leon is dat herkenbaar? Zie je dat ook in jouw praktijk terug, Leon? Ja, dat is zeker herkenbaar. En het is ook niet vreemd dat professionals daarmee worstelen. Als je kijkt naar het AVE-model, Mieke zei het al, het gaat om samenwerking. Hè. Het is eendimensionaal is één probleem, dan lukt het allemaal wel. Maar als je moet samenwerken, wordt dat ingewikkelder. En het gaat ook nog eens om het af en op- en afschalen tussen verschillende niveaus van problematiek en daarmee vaak ook tussen verschillende overlegtafels. Nou, als je samenwerkt met verschillende partners, zeker als ook het veiligheidsdomein betrokken raakt, dan zit je echt ook met partijen die andere taken hebben, andere doelen hebben, maar die ook een ander juridisch kader hebben rondom gegevensverwerking. En dan zie je dat de regelgeving over gegevensverwerking eigenlijk niet zo goed is ingesteld op dit type samenwerking. En daar hebben professionals dan last van. En eigenlijk als je vanuit het AVE-model kijkt, zie je dat er steeds twee vragen aan de orde zijn. De ene is, wat mogen wij aan deze tafel in dit overleg met elkaar delen?
En de andere vraag die dan eigenlijk steeds aan de orde is, is van, en wat als wij nou moeten op- of afschalen naar een andere tafel, ander overleg, wat mogen wij dan meegeven naar die andere tafel? Nou, dat is best complex, maar er zijn ook wel oplossingen voor. Als je dat dan niet goed organiseert, ja, dan tast de professionals toch vaak een beetje in de duisternis. Ik zeg altijd aan organisaties, zorg nou dat je het goed organiseert. Als je dat niet doet, dan laat je professionals in de kou staan. Want die kunnen dat veld van regels wat er is niet overzien. Dat is ook niet waar je hun mee wilt opzaden. Dus ik herken het heel erg. Oké, dank. Goed je te zien, Leon. Welkom. Mooi dat je ook in beeld was en te horen. Dank voor je toelichting. Volgens mij stip je al een heel belangrijk punt aan, namelijk je moet het goed organiseren. En ik denk dat we daar het volgende uur nog een aantal keer op terugkomen en dat woord organiseren nog wel een paar keer zal vallen. Eigenlijk met name het punt dat het goed organiseren misschien nog wel belangrijker is dan het juridisch goed regelen. Dus de vraag mag het juridisch is belangrijk, maar de vraag is het goed georganiseerd is denk ik nog minstens zo belangrijk. Daar komen we straks op terug. Iets over de indeling van het webinar. We doen dat in 4 blokken. En daar hebben we ook een slide bij, Bas, die mag in beeld. Ja, kijk. Om jullie een beetje een beeld te geven van wat we het volgende uur aan de orde willen stellen. Het eerste blok gaat over die vraag, hoe organiseren we het nou goed? Dus hoe kun je nou slim en goed een gegevensverwerking inrichten en organiseren? Het tweede blok is ietsje praktischer. Dan zal ik Leon vragen of hij een aantal vuistregels kan geven hoe je dat nou praktisch kunt inregelen. En uit de praktijk ook wat tips en trucs. Het derde blok gaat echt over het op- en afschalen. Hoe kun je nou schakelen tussen verschillende tafels? Bijvoorbeeld als iemand uit het wijkteam opgeschakeld zou moeten worden naar een zorgveiligheidshuis. Ja, hoe doe je dat dan met respect voor de privacy en bescherming van de persoonsgegevens? En het vierde blokje, dat is ietsje korter ook nog, maar toch iets kort een doorblikje naar nieuwe wetgeving die er aankomt, ook rondom privacy en wetgeving. Dus dat over de indeling van het webinar. Dat eerste blok, het inrichten van de gegevensverwerking. Leon, je hebt een aantal tegeltjeswijsheden die vaak op tafel komen. Misschien kan de tegel ook wel getoond worden. Een van de eerste tegels die je regelmatig debiteert is dat privacy en gegevensverwerking is vooral een organisatievraagstuk. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, eigenlijk wat er staat. Het is echt een kwestie van inrichting. Ik zei net al, hè, die regelgeving is best complex. Zeker als je met verschillende partijen, met verschillende juridische kaders te maken hebt, dan is dat complex. Tegelijkertijd, die regelgeving verandert niet elke dag. Die regelgeving is eigenlijk best statisch. Dat zit in wetten. En die wetten veranderen niet elke dag. Dus als je eenmaal weet, goed weet, waarom zitten wij hier bij elkaar? Wat is nou het doel van dit overleg? Of van dit type overleg? En met welke partijen zitten we grosso modo bij elkaar? Dan kun je eigenlijk heel veel zeggen over de speelruimte die professionals hebben om gegevens uit te wisselen. En wat wel en niet kan, welke randvoorwaarden ze misschien een beetje rekening mee moeten houden. Maar dan hoeven professionals niet steeds ad hoc na te denken over van, goh, mag dit nu wel of mag dit niet? Die vraag over wat er mag, dat het mag, kun je al voor een heel groot deel wegnemen. En je kunt professionals een aantal regeltjes verkeersregels meegeven over hoe ze dat op een nette manier doen. En ik zeg altijd, ik vind het jammer als een professional zich moet bezighouden met de vraag, mag ik dit? En welke grondslag van de AVG is er nu van toepassing om te delen of niet? Ze moeten zich bezighouden met de vraag, wat is hier inhoudelijk aan de hand en wat is dan wijsheid van handelen? En dat inrichten, dat vind ik echt een vraagstuk voor de beleidsmensen, de juristen, projectleiders. Die moeten dat voor een heel groot deel goed doen. Die moeten de bedding creëren waarin professionals hun werk kunnen doen. En als je dan kijkt naar het inrichten, dan gaat het eigenlijk om 4 dingen. Het gaat om het doel, hè, van waarom zitten wij in dit overleg, in dit kader bij elkaar? Wat voor type problematiek is er aan de orde? Dat is 1. Tweede is, welke partijen en welke taken zitten daar dan om tafel? Vanuit welke taak zijn partijen betrokken? Veel partijen kunnen meerdere taken hebben, maar het moet wel helder zijn vanuit welke taak ze bij dat vraagstuk betrokken zijn. Een helder werkproces en een zekere fasering in hoe je omgaat met het bepalen welke partijen er in een concrete casus aan tafel zitten, kan enorm helpen. Dat helpt je ook bij het nadenken over welke gegevens zijn in een bepaalde fase noodzakelijk. En goede afspraken maken. Afspraken met elkaar. Hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om? Nou, ik weet dat jij misschien een beroepsgeheim hebt. Hoe zorgen dat we elkaar niet in problemen brengen, maar dat we goed samenwerken om tot oplossingen te komen? Nou, dat is heel, dat kun je heel praktisch, kun je daar vooraf heel veel over zeggen. En ik zie in mijn praktijk dat vaak te weinig gebeurt. Professionals weten dan soms niet
wat het specifieke doel is van een tafel. Of ze weten niet in welke context zo'n tafel plaatsvindt. En dan kun je ook weinig zeggen over de gegevensverwerking die er kan. En ook niet weten wat de mogelijkheden zijn. Want vaak zitten er in die regels heel veel... In veel wetten zitten allerlei regels dat dingen gewoon mogen. Maar als je niet weet in welke context je zit, dan kun je ook weinig zeggen over wat er wel of niet mag. Maar als ik je dan begrijp, Leon, zeg je ook dat eigenlijk professionals die met elkaar aan een casustafel overleggen, veel beter met elkaar van tevoren moeten verkennen van waarom zit ik hier, met welke taak, met welk doel zit ik hier, en veel beter begrijpen ook van elkaar waarom ze bij elkaar aan tafel zitten. Vind je dat die stap te vaak wordt overgeslagen of te kort wordt gezet? Nou, ik zou dat niet bij de professionals neer willen leggen. Ik vind dat bij de inrichting van zo'n infrastructuur, want dat zie je toch wel gebeuren, bij het inrichten van dat soort overlegtafels, een jeugdbeschermingstafel, een actieoverleg veilig thuis, het wijkteam, het casusoverleg, zorg- en veiligheidshuis, nou, daar is inmiddels wel behoorlijk aan gesleuteld. Maar dat er dan vooraf te weinig nagedacht is over van wat is het doel van deze tafel en welke partijen zitten er bij elkaar? Wat is dan de handelingsruimte voor professionals? En waar moeten ze even op letten? Daar is vaak te weinig over nagedacht door de organisaties die betrokken zijn bij die overleggen. En daarom geven ze ook professionals geen goede kaders mee. En professionals tasten dan eigenlijk in het duister. Terwijl als je dat wel doet, dan kun je professionals heel veel meegeven, geruststellen ook van nou, dit mag je gewoon doen. En in dit soort situaties moet je misschien ook even opletten. Maar professionals kunnen zich dan echt richten op de vraag, wat is hier inhoudelijk aan de hand? Wat is wijsheid van handelen vanuit de inhoud bezien? En wat is dan noodzakelijk om te verstrekken? En als je die vraag aan professionals stelt, dan kunnen ze uitstekend antwoord op geven. Oké, dank. Want de meest gestelde vraag rondom privacy en gegevensdeling is de vraag, mag het? Er wordt altijd gevraagd, mag het juridisch? Ja. Maar als ik jou goed begrijp, dan zeg je niet zozeer de vraag is, mag het? Maar de vraag is, heb je het goed georganiseerd? Mag ik hem ook zo plat slaan dat als je zegt, je hebt het goed georganiseerd, je hebt afspraken gemaakt zoals je net uitlegt, die taken en die doelen expliciet gemaakt, dat het dan ook mag vanuit de privacywetgeving? Dat het mag is natuurlijk een wat algemene formulering. Maar wat je kunt doen, wat ik al zei, je kunt professionals dan heel goed aangeven van dit is het kader waarin je kunt handelen. En hier zit jouw handelingsruimte en ook de handelingsperspectieven meegeven. Dus je kunt ook zicht geven op de mogelijkheden die er zijn. Want nu weten professionals dat vaak niet, omdat niemand het hun vertelt. En dat vertellen, dat is niet zo ingewikkeld, maar dat moet je vooraf een keer goed uitzoeken. En dan kun je heel goed, dan kun je de bedding waarin professionals hun werk moeten geven, ook in juridisch opzicht, qua gegevensverwerking, kun je dat op een hele goede manier creëren. En dan kunnen professionals er inderdaad van uitgaan, als ze zich een beetje, als ze rekening houden met die randvoorwaarden, dat ze gewoon kunnen doen wat nodig is. En heel vaak kan dat ook gewoon. Ja, die herken ik zelf ook heel erg. Ik vind het zelf altijd lastig als rondom privacy gegevensdeling vanuit juridische optiek wordt gezegd, het mag niet. Ik vind het veel interessanter om te kijken met elkaar van hoe kun je zorgen dat het wel mag en dat het wel mogelijk wordt gemaakt. Dus dank dat je daar wat richting in geeft. Volgens mij gaan we straks in het tweede blok ook nog wel iets dieper op in. Het eerste wat ik je eerst wou vragen is, we hebben nog een tweede tegeltje voor je staan, Leon, van een wijsheid die je regelmatig debiteert. Wat mij betreft ook terecht. De tegeltjes wijsheid is, aan welke tafel je ook overleg voert, de fasering of het werkproces is altijd gelijk. Dus blijkbaar is er een fasering die onderliggend is aan een goed georganiseerd werkproces. En welke fasering bedoel je dan? Nou kijk, iedere gemeente is natuurlijk uniek en er is veel couleur lokaal en het aantal partijen of bepaalde partijen die aan tafel zitten kan ook nog wel verschillen. Ze hebben in ieder geval andere namen, maar vaak wel dezelfde taken. Maar als je door je oogharen kijkt, doe je eigenlijk steeds hetzelfde. Als je daar goed over nadenkt, hè, als je de juridische bedding hebt gecreëerd, dan kun je in het werkproces mensen heel veel handvatten geven over van, goh, wat is er nou in een bepaalde fase van het proces noodzakelijk om aan gegevens te verwerken. En eigenlijk als je door je oogharen kijkt, en de ene keer ligt de nadruk wat meer op het een en op het ander, maar zie je steeds gebeuren, er komt een casus in beeld, en dan is toch de eerste vraag, moeten wij die op deze tafel of op welke tafel moet deze casus besproken worden? Daar heb je een beeld bij als je goed hebt nagedacht vooraf over de doelen van de verschillende overleggen. Als je hebt gezegd, nou het hoort hier thuis, dan is de volgende vraag, en wie hebben we nodig
om die casus tot een goed, om daar goed mee om te kunnen gaan en deze personen goed te kunnen helpen. En dat is toch veel meer van, hé, wat voor type problematiek is er aan de hand en welke partijen denken dat we nodig hebben om tot oplossingen te komen. Dan hoef je nog niet heel veel diepgaande gegevens te verwerken. Het derde blokje wat je dan krijgt, dan krijg je op een gegeven moment het casusoverleg. En in het casusoverleg ga je echt met de partijen die je nodig hebt verkennen. Goh, wat is hier dan eigenlijk aan de hand? Wat is wijsheid van handelen? Als ik nou dit doe, wat kun jij dan doen? Of zal ik dan nog maar even niks doen, want we moeten eerst jouw traject afronden. Dat zijn het type gesprekken wat je voert in een casusoverleg. En je monitort die casus natuurlijk ook. Dat zie ik ook nog wel als fase van casusoverleg en monitoring. En dan komt het moment dat je hopelijk kunt zeggen, nou, deze casus die is voldoende op weg geholpen. We hoeven dat niet meer in dit overleg op tafel te houden, want dat kan gewoon bij een van de partners neergelegd worden. Of je komt in de fase dat je zegt van, nou, we hebben dit nou eens goed bekeken. Het blijkt dat er veel meer aan de hand is. We moeten gaan escaleren. Bijvoorbeeld, we moeten misschien richting een gedwongen kader. Of misschien spelen er opeens criminele aspecten, waardoor je zegt van, hé, we moeten naar het zorg- en veiligheidshuis. Nou, deze vier stappen, die zitten eigenlijk altijd er in meer of mindere mate in. En als je goed nadenkt over die stappen, kun je daarin ook wel zien van de mate van gegevensverwerking die nodig is. Die allereerste fase doe je toch vooral in gesprek met de betrokkenen of eventueel degene die de casus aanmeldt. En in de stap 2, dat je moet gaan kijken welke partijen hebben we nodig, dan is het toch vooral dat informatie die je nodig hebt. Hè? Informatie, wie zijn er al betrokken? Of wie zouden we gezien de problematiek willen betrekken? Daar hoef je nog niet heel veel inhoudelijke informatie te verstrekken. En in zo'n casusoverleg zie je vaak dat er twee fases zijn, namelijk de fase van het verkennen en verdiepen op de inhoud. En kijken wat is nodig, wat voor acties moeten er dan worden ondernomen. En nou, als je die fasering ook een beetje aanhoudt, kun je dus heel goed je maatvoering in de gegevensverwerking ook aangeven. En dat is, ze noemen het vaak allemaal anders, maar eigenlijk zijn, als je kijkt wat er materieel gebeurt in die casusoverleggers, zijn dit toch ongeveer de dingen die er gebeuren. En bij zo'n, op het moment dat je zegt, nou gaan we op- of afschalen, dan komt op een gegeven moment ook de vraag echt aan de orde, oké, waar gaat het heen? Wie gaat eventueel aanmelden bij die andere tafel? Want je overlegtafels in juridische zin zijn niks. Hè? Dus je moet altijd even kijken wie is dan eigenlijk de meest aangewezen partner om te zorgen dat de casus wordt aangemeld bij de andere overleg. Of dat iemand zorgt dat die ene partner ermee verder gaat. En welke gegevens kunnen we dan meenemen naar die meegeven aan die andere tafel. Nou, dat zijn vrij heldere stappen. Veel ingewikkelder zou ik het ook niet maken. Waar je steeds heel goed over na kan denken. Helder. En ja, inmiddels zijn de vier stappen ook in beeld gekomen die je net hebt toegelicht. En ik herken dat ook, wat ik ook bij gemeenteraad of bij samenwerkingspartijen wel zie, is dat heel snel de neiging is om terug te stappen. Nee, mag ik even blijven staan, Bas, die vier stappen. Dat heel snel de neiging is om eigenlijk naar de derde stap te stappen, van we zitten met elkaar aan tafel en we overleggen over een casus. Terwijl denk ik juist die tweede en die vierde stap ook heel erg belangrijk zijn. In die tweede stap kun je natuurlijk prachtig mooi in beeld brengen. Wat zijn die doelen, wat zijn die taken, waarom zitten we hier nou bij elkaar aan tafel, wat je net toelichtte. En die vierde stap is natuurlijk ook een mooi moment om te kijken, is het noodzakelijk om op te schalen, maar natuurlijk ook het moment om te bepalen, kunnen we misschien afschalen en een tandje minder doen. Ja. Bij deze vier stappen, bij die fasering, en terecht wat je zegt Leon, daar kunnen verschillende namen aangegeven worden bij verschillende tafels. Hè? Dus, ja, heet het dan triage, maar het kan natuurlijk ook beoordeling zijn of risicobeoordeling of inschatting. Dus hang ons niet op aan de namen erbij. Maar bij deze fasering, bij dit proces, zijn er nog extra punten waarbij je echt aandacht moet geven? Of extra aandachtspunten erbij, bijzonderheden? Nou, wat enorm helpt is als je bij zo'n werkproces en die fases, als je ook even heldere doelen formuleert. Hè? Dus steeds van in de intake beoordelen we vooral of de casus ergens thuis hoort. In de triagefase of die stap 2, die gaat er vooral om te beoordelen wat voor type problematieken spelen, door welke partijen moeten we bij elkaar halen. Casusoverleg is helder, hè? Dat moet je de situatie goed gaan begrijpen en tot een plan komen. En in het op- en afschalen kun je heel goed nadenken, hey, waarom schalen we op en af, naar welke tafel, wat moeten we meegeven, dat helpt enorm. Maar er zit natuurlijk wel altijd een addertje onder het gras, we hadden het over van, als je het dan zo inricht, dan mag het dan allemaal. Ja, waar je toch altijd mee te maken hebt, is als er professionals bij zitten met een beroepsgeheim, met een wettelijk beroepsgeheim, ja, die zullen toch altijd rekening moeten houden met hun
met een geheimhouding. En die hebben in heel veel gevallen, zeker binnen het vrijwillig kader, hebben ze toch heel vaak toestemming nodig van de betrokkenen om eventueel gegevens te kunnen delen. Dus het is niet zo, als je het zo indeelt, dat het alles zomaar mag. Maar heel veel loopt dat ook goed, hè? Ik bedoel, niet alle mensen zijn weigerachtig om toestemming te geven als ze geholpen moeten worden. Heel vaak gaat dat goed. Ja, ik denk dat beroepsgeheim, dat kwam volgens mij ook in de vraag in het vorige seminar, webinar kwam dat aan de orde. Dat is er ook niet voor niks. Ik denk dat niemand van ons het fijn zou vinden als die bij een hulpverlener komt en de informatie die hij daarin vertrouwen heeft gegeven, dat die zomaar op allerlei andere plekken terechtkomt. Ik denk het is heel goed dat er zorgvuldig mee omgegaan wordt. Maar dan weer, als je er van tevoren goed over nagedacht hebt, kun je ook afspraken maken over hoe je daarmee omgaat en hoe je elkaar daarin bejegend kunt bevragen om tot oplossing te komen. En in die zin is, zeg ik ook altijd, het doel is niet gegevens uitwisselen. Het doel is om samen te werken om burgers weer op de rails te helpen en verder te helpen. En als je daar steeds in die zin de ogen op de bal houdt, om dat maar even zo te zeggen, dan kom je een heel eind. Ja, dank voor je. Misschien nog even bedenk ik, wat ook, en daar komt dat inrichten ook weer aan de orde, in materiewetten zijn ook heel veel regeltjes, die ook het mogelijk maken om gegevens om het beroepsgeheim te doorbreken. Ik bedoel, als het gaat om bijvoorbeeld een onderzoek van Veilig Thuis, dan mogen of moeten professionals zelfs gegevens verstrekken aan Veilig Thuis ten behoeve van het onderzoek. We moeten wel een noodzakelijkheidsafweging maken, moeten daarin zorgvuldig omgaan met de cliënt. Maar dat mag gewoon. Jeugdhulpverleners mogen gegevens verstrekken aan de gemeente ten behoeve van de uitvoering van de jeugdwettaken. Weliswaar netjes, niet te veel, niet meer dan nodig en in overleg met de cliënt voor zover dat mogelijk is. Maar het mag wel. Dus, maar heel veel professionals weten dat niet, omdat niemand hun vertelt dat die regeltjes er zijn. En dat is logisch, want professionals zijn geen juristen, die gaan niet al die wetten uitvlooien. Dat moeten de organisaties moeten hun daarin een hand helpen. Ja, en dat pleit natuurlijk ook weer voor jouw punt over organisatie, om van tevoren met elkaar goed na te denken over hoe je het gaat doen. Van tevoren af te spreken welke regels je met elkaar hanteert en hoe je dat zorgvuldig kunt doen. Zodat je misschien aan de voorkant een beetje juridisch uitzoekwerk hebt, maar vervolgens in de praktijk wel soepel en eenduidig met elkaar kunt samenwerken. En weet van elkaar waar je aan toe bent en ook waar je elkaar wat mag aanspreken of waar je op mag vertrouwen. Ja, dat is de kern van de benadering die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. En waarvan je ziet dat als je dat goed doet, dat het professionals heel veel rust geeft en ook heel veel discussie, onnodige discussie van oh jee, die wil de gegevens wel of niet geven, voorkomt. Omdat je gewoon helder hebt waar de mogelijkheden liggen. En ik zeg dan ook altijd, focus ook vooral op die mogelijkheden en niet op de onmogelijkheden. Dat lijkt me een fantastisch uitgangspunt om vast te houden. Dit is denk ik een mooie toelichting op hoe je dat kunt organiseren en hoe dat werkproces eruit ziet. Wij zijn best al wel veel aan het woord geweest. De vraag aan Annelieke is, zijn er ook vragen vanuit de chat al? Ja, er zijn een aantal vragen gesteld. En ik wil graag op twee vragen ingaan, Leon. De eerste vraag is, wat als er een geval is waarbij de inwoner zelf nog niet op de hoogte is of nog niet wil? Het doel is veiligheid voor zichzelf of de veiligheid van anderen. Kan je daar iets meer over vertellen? Dus er komt een inwoner in beeld. En de gedachte van de gemeente of het wijkteam is van, hé, hier moeten we iets gaan doen. Maar de persoon zelf wil niet. Is dat de situatie? Begrijp ik dat goed? Ja. En het doel is dus de veiligheid van anderen in de buurt van die persoon. Ja. Nou ja, op het moment dat dat aan de hand is. Kijk, als de veiligheid van personen aan de hand is. En dat zeker als het acuut is. Dan moet je natuurlijk. Ik zeg altijd, dan moet je eerst handelen. En dan de administratie op orde brengen. Als het meer is van, hé, dit is een gedrag waarbij we zien dat die een risico vormt van de omgeving. Dan is het toch heel logisch om, vaak speelt er dan ook psychische problematiek, psychosociale problematiek, ja, en dan is het logisch om daarvoor het bemoeizorgteam in te zetten. Of je schakelt over naar het regime van bemoeizorg. Bemoeizorg is een onderdeel van de WMO. Dat heette vroeger, in de oude WMO stond de OGGZ-taak, openbare geestelijke gezondheidszorgtaak. Die is er in de WMO 2015 inhoudelijk wel ingebleven, maar niet meer expliciet genoemd.
Dat brengt wat verwarring, maar dat betekent gewoon dat je een inzet mag plegen om iemand zover te krijgen om wel hulp te accepteren, maar in het traject daarnaartoe ook kunt overleggen met partijen, voor zover dat nodig is, juist ook om die veiligheid te waarborgen. En dat kan dan. En dat is weer één van die dingen van inrichten. Op het moment dat je ziet van dit soort situaties, kun je vooraf bedenken dat ze voorkomen. En kun je ook heel goed handelingsperspectief aan professionals meegeven, wat ze dan kunnen doen en waar de mogelijkheden dan liggen. Dus ja, als dat aan de hand is, dan schaadt hij over richting de bemoeizorgtak. En als het dan echt nodig is, omdat er acuut gevaar is, ja, dan schaak je eventueel de politie in, of je belt de crisisdienst van de GGZ. Ja, dat is allemaal juridisch geregeld. Ja, helder. Een andere vraag, Leon. Vaak wil je ook met partners verkennen of een casus wel of niet moet worden opgeschaald. Dat is ook lastig, want er is niet altijd een juridische grond om informatie te delen. Kan je iets meer vertellen over de mogelijkheden om dat aan te pakken? Nou, dat is nou eigenlijk precies de kern van waar het verhaal over het goed inrichten over gaat. Je moet, en regelgeving over gegevensverwerking, dat maakt het wel complex, zo is er eigenlijk niet zozeer op ingericht. Ze zeggen altijd van je mag gegevens verwerken als het noodzakelijk is, maar soms ben je nog aan het verkennen wat er noodzakelijk is en met welke partijen je moet samenwerken en of je wel of niet moet afschalen. Maar als je vooraf bedenkt van het gaat om dit type problematiek, daar zijn deze partners bij betrokken, die partners zijn er allemaal bij betrokken vanuit hun eigen taak. En blijkbaar is de problematiek dusdanig dat je moet verkennen of je moet samenwerken. En die eerste verkenningsfase, die kan dan wel. Alleen je moet dan wel hele goede afspraken maken over wat je vervolgens doet. Kijk, als je zegt, we verkennen dit. En iedereen neemt alles wat we hier wisselen, nemen ze weer mee naar huis. Ja, dan krijg je een fragmentatiebom aan gegevens. Of niet nodig. Want misschien zitten er partijen nodig waarvan tijdens het gesprek blijkt van ja, jullie hebben hier eigenlijk geen betrokkenheid bij, we hebben jullie niet nodig. Nou, dan moet de afspraak ook zijn dat die partijen gegevens niet mee naar huis nemen. Dus je moet daar goede afspraken maken in termen van zorgvuldigheid. En als partijen daaraan zitten van, nou, ik zit hier omdat ik een bepaalde taak heb en te kijken of ik hier iets moet, of ik hier aan moet bijdragen of niet, of dat ik met anderen zijn, dan kan dat juridisch wel. Maar dat helpt wel enorm als de organisaties daar vooraf een beetje hebben aangegeven, oké, deze partijen zitten bij dit type problematiek vanuit deze taken aan tafel. En als je zo'n afspraak hebt, als uiteindelijk blijkt dat je niet nodig bent voor de casus, dan neem je ook geen informatie mee naar huis. Want dan ga je ook niks doen. Dan hoef je die informatie ook niet te hebben. En als je later in beeld komt, dan komt dat op dat moment wel. En op die manier kun je ook, en ik vind dat niet alleen omdat het wettelijk netjes is, ik vind het ook netjes naar de burger. Ik vind, privacy doe je niet voor de wet. Privacy doe je omdat het ook een kwestie is van netjes omgaan met de burger. En te vrijwaren van oordelen, stigmatisering en allerlei andere zaken. Dus het kan heel goed en je moet het netjes inkleden. En dat is eigenlijk de kern van het goed inrichten vooraf. En dan kun je professionals ook het vertrouwen geven. Nou, je mag dat best verkennen, maar doe het op deze manier. Dan hou je aan deze afspraak. Dank voor de vragen. We hebben straks nog wel een blokje met een aantal vragen. Dus blijf vooral in de chat jullie vragen ook stellen. Eigenlijk wou ik hier het eerste blokje mee afronden. En als ik toch een wat druistige poging mag doen om het wel samen te vatten, de hele toelichting die je hebt gegeven, Leon, haal ik er eigenlijk drie punten uit die ik nog even zou willen benoemen. Het eerste punt is, als je wil gaan samenwerken, als je persoonsgegevens wil gaan delen tussen partijen, organiseer het. Dus ga van tevoren ook bij elkaar aan tafel zitten en maak afspraken over hoe je dat zou willen doen. Het tweede punt is, bij het organiseren maak ook expliciet duidelijk wat van alle betrokkenen, inclusief de persoon zelf, de taak is en het doel waarom je er zit. Dus waarom ga je gegevens uitwisselen? En wees daar ook niet voorzichtig in. Het idee van, nou dan weet ik het maar vast of dan ben ik erbij of dan kan ik daar later misschien nog iets mee doen, is te weinig. Dus maak heel expliciet duidelijk wat het doel is en voor welke taak je dat doet. En het derde punt wat ik eruit haal is, als je gaat opschalen en afschalen tussen verschillende tafels of tussen verschillende niveaus van het AVE-model, maak dan altijd een expliciete beoordeling welke partijen daarbij nodig zijn, welke persoonsgegevens er wel of niet voor noodzakelijk zijn en of überhaupt op afschaling wel nodig is. Dus die expliciete beoordeling of triage die je net beschreven is denk ik ook een belangrijke stap. Om daar toch ietsje praktischer op in te zoomen, zou ik over willen stappen naar het tweede blokje. Dat hebben we genoemd vuistregels of spelregels.
En mijn eerste vraag daarbij, Leon, is: de privacywetgeving heeft allemaal heel ingewikkelde begrippen en woorden, maar in elk geval twee termen die er elke keer in terugkomen zijn: noodzaak van gegevensdeling en zorgvuldigheid. En kun je iets zeggen over die twee termen, noodzaak en zorgvuldigheid, bijvoorbeeld in een casusoverleg? Ja, en misschien even over die twee begrippen. Noodzaak, dan is altijd de vraag, en wat is dan noodzakelijk? Wanneer is het noodzakelijk? Dat is eigenlijk een inhoudelijke vraag. Dus je hoeft niet juridisch te soebatten over of het noodzakelijk is of niet. Niet in juridische zin, dat is een inhoudelijke vraag. De inhoud van de casus bepaalt de noodzakelijkheid voor de gegevensdeling. Als jij met elkaar tot de conclusie komt dat een jeugdhulpverlener iets moet gaan doen, ja, dan is het noodzakelijk om die jeugdhulpverlener de informatie te geven die hij nodig heeft om zijn ding te kunnen doen. Als je in zo'n bemoeizorgsituatie, zoals net bij de vraag, tot de conclusie komt van, goh, nou moet je misschien toch de politie inschakelen, ja, dan is het vanuit die bemoeizorgtaak noodzakelijk om de politie de informatie in ieder geval het adres te geven en te vertellen waarom ze het moeten komen. Dat zijn altijd inhoudelijke vragen. Daar moet je niet juridisch over gaan nadenken. Het is veel meer een kwestie van maatvoering. Je maakt nog wel eens mee dat gemeenten de neiging hebben om hulpverleners te overvragen. Dan vragen ze een heel dossier op, terwijl ze eigenlijk maar een klein stukje informatie nodig hebben. Nou, daar kun je dan met elkaar over hebben. Zorgvuldigheid heeft heel erg te maken, is ook niet juridisch, vind ik zelf. Dat heeft heel erg te maken, gaan we netjes met die burger om. En voorkomen wij nou dat gegevens op allerlei plekken terechtkomen die ze niet nodig hebben. Nou, als je dan kijkt naar zo'n casusoverleg, vind ik eigenlijk dat je het heel praktisch kunt invullen. Want zo'n casusoverleg heeft eigenlijk altijd twee fases. De eerste fase is met elkaar verkennen wat is hier nou aan de hand, goed begrijpen van de situatie. En wat is dan wijsheid van handelen? En dat komt eigenlijk de fase van wat is dan wijsheid van handelen en wie heeft wat nodig om zijn aandeel in het plan uit te kunnen voeren. Nou, je kunt je voorstellen dat in dat verkennen van wat is er aan de hand, het goed begrijpen van de situatie, dat er meer informatie gedeeld wordt dan dat elke partner individueel nodig heeft om zijn ding te kunnen doen. Het begrijpen van een situatie vraagt vaak meer gegevensverwerking. Soms weet je ook nog niet precies wat uiteindelijk relevant is of niet. Dus dat vraagt om wat ruimere gegevensverwerking om de situatie te doorgronden en tot een goed plan te komen. Maar op het moment dat je weet van hé, wij denken dat dit aan de hand is en daarom gaan we deze activiteiten ondernemen. En dan gaat de jeugdhulpverlener gaat dit doen. En de maatschappelijk werker gaat dat doen. En nou, misschien dat er ergens nog een reclasseringstraject loopt waar je mee moet afstemmen of iets anders. Dan kun je ook heel goed bepalen, oké, als jij dat gaat doen, welke informatie heb je dan nodig? Dan hoef je niet altijd al die informatie die gewisseld is te hebben, maar heb je maar een stuk van de informatie nodig. Nou, als je die twee fases goed onderscheidt, dan kun je daar heel goed invulling geven ook aan die noodzakelijkheid. En dan kun je zeggen, oké, binnen dat overleg, om te begrijpen, kunnen we wat ruimer zijn. En daarna spreken we even af wie welke informatie meeneemt. En dan kun je heel praktisch vormgeven. En de afspraken die wij daarvoor in de praktijk steeds hanteren, is van A, je zorgt dat aan een casusoverleg alleen de partijen nodig zijn, meedoen die nodig zijn. Dus geen hele brede algemene overleggen waar alle partijen altijd aan tafel zitten, ongeacht hun betrokkenheid bij de casus. Dus het kan best zijn dat je in de triagefase wat breder kijkt welke partijen hebben hier een aandeel in, maar daar ga je nog niet diepgaand op de casus in. En pas in de casusoverleg ga je met de partijen die echt nodig zijn, omdat ze al betrokken zijn of een betrokkenheid waarschijnlijk gaan krijgen, ga je dieper in op de casus. We spreken ook altijd af dat de partij die de casus inbrengt, zeggenschap houdt over de informatie die inbrengt. Dus die bepaalt uiteindelijk waarvoor die informatie verder gebruikt mag worden. En dat betekent dat het overleg is altijd vertrouwelijk. Niemand neemt informatie mee uit het overleg. Maar aan het eind van het overleg, als duidelijk is wat ga je doen en welke partner gaat wat doen, dan spreek je af wie welke informatie nodig heeft voor zijn aandeel in het plan van aanpak. En dan hebben we als laatste afspraak altijd dat degene die de informatie heeft ingebracht uiteindelijk bepaalt of die informatie daarvoor gebruikt mag worden. Dat klinkt een beetje raar en heel vaak zal dat geen probleem zijn. Maar je kunt je best voorstellen dat iemand best wel wat meer, met name bij medische zaken, bij een psychiater of ook een jeugdhulpverlener, wil misschien soms best wel iets uitweiden in die verkenningsfase om te zorgen dat mensen goed om de situatie goed te kunnen duiden. Maar dat is dan soms toch nog wel wat anders als dat het meteen ergens in een dossier van een andere organisatie verdwijnt
en een eigen leven gaat leiden. Dus door die afspraken op die manier te doen, geef je enerzijds wat comfort aan partijen. Zeggen, nou, ik hoef niet met mijn billen toegeknepen, om het maar oneerbiedig te zeggen, hier op mijn stoel te zitten van, oh jee, misschien zeg ik iets. En dan verdwijnt het opeens in allerlei dossiers waar ik geen zicht meer op heb. Je geeft elkaar comfort om te kunnen verkennen wat er inhoudelijk aan de hand is. En je geeft mensen ook een zekere controle over wat er daarna gebeurt. En dat gesprek over wat er nodig is, valt mij altijd op. Ik doe dat heel veel in trainingen. Als je professionals vraagt om die discussie aan het eind van zo'n overleg te voeren, van hey, wie heeft nou wat nodig, dan komen ze eigenlijk altijd met betere oplossingen dan ik ze kan verzinnen. En dat is logisch, want het heeft met de inhoud te maken. En dan zeggen partijen soms zelf, ja, maar die informatie hoef ik inderdaad niet mee te nemen. En nou, dat is denk ik belangrijk. Wat je ziet wel, is dat partijen het vaak lastig vinden, met name dat stukje over alleen partijen die nodig zijn voor de casus zitten aan tafel. Zeggen ja, maar moet ik dan de politieagent of de woningbouwcoöperatie vragen om even de zaal uit te gaan? Ja, dat moet je dan inderdaad vragen. En dat vinden ze dan lastig, want ja, we zijn partners. Is dat dan niet vervelend? Maar je kunt ook zeggen, het is professioneel handelen. En we zijn allemaal professionals. En als het dan goed is voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van die burger, dan is het een kleine moeite om even de zaal uit te gaan. En de meeste mensen hebben inmiddels een iPad of een iPhone waarop ze toch gewoon verder kunnen werken. Of een ander merktelefoon. Dus dat hoeft ook helemaal niet zo'n probleem te zijn. Maak het onderdeel van je. En als je dat nou vooraf afspreekt, aan deze overlegtafels hanteren wij deze regels, dan is het voor iedereen helder. Ja, ik denk dat die huisregels heel mooi dat kunnen helpen en goed om vast te houden. In andere webinars hebben we ook aangegeven aan mensen die slide die net niet zien, print die uit, hang die bij jezelf aan de muur op het prikbord en houd dat in het achterhoofd. In de samenwerking, die vuistregels. Dus dank voor je toelichting daarop. Ook met oog op de tijd wou ik wel door naar een volgende stap daarin. Want ja, je schetst een beetje hoe die vuistregels in de praktijk vorm kunnen krijgen. Maar misschien ook wel leuk om eens te kijken in de praktijk hoe dat werkt. En we hebben Rokarto Dirjo, dat is de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis in Breda, gevraagd hoe hij nou die gegevensdeling en die privacybescherming in de praktijk van zijn Zorg- en Veiligheidshuis heeft ingericht en heeft georganiseerd. En daar hebben we een kort filmpje over. Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is er voor hele complexe zaken op het gebied van veiligheid en zorg, waar de reguliere werkwijze binnen één koker niet meer volstaat. En door die opdracht heeft het Veiligheidshuis een plekje gevonden in de inschaling in het AVE-model. Je kunt dus naar het Veiligheidshuis opschalen als het te ingewikkeld wordt. Nou, de AVG die vraagt om transparantie. Dus wij hebben ervoor gezorgd dat we onze werkwijze helemaal inzichtelijk hebben gemaakt voor de partners. Dat hebben we gedaan via onze website. Dus we hebben een verwerkingsregister, we hebben onze processen opnieuw beschreven en we hebben de governance opnieuw beschreven. Behalve op het gebied van transparantie moet je natuurlijk ook aan de veiligheid denken. De AVG wijst ook sterk op de noodzaak van een veilige gegevensdeling. Dus we hebben protocollen gemaakt van hoe deel je nou gegevens per mail? Hoe doe je dat beveiligd? In wat voor systemen leg je de informatie vast? En ook gewoon heel fysiek, kunnen mensen zomaar in jouw kantoor binnenwandelen, ja of nee? Maar ook belangrijk zijn de autorisaties die je hebt voor bepaalde systemen. De praktijk is dat ze dan aankloppen bij het veiligheidshuis. En dat dan een van onze informatieregisseurs, het zijn criminologen, geschoold op het gebied van privacy, dat ze daar even mee sparren. En het hoeft niet eens zo te zijn dat ze dan persoonsgegevens delen, maar meer van, nou, dit zie ik gebeuren. En dan worden ze bevraagd op dreiging, zorg. Is het acuut of niet? Is er bestuurlijk afbreukrisico? En de informatieregisseur maakt dan een inschatting. Bijvoorbeeld, meld maar aan. En dan moeten er natuurlijk wel persoonsgegevens worden gedeeld. Nou, wij zeggen dan tegen de aanmelder, je mag die informatie met ons delen. Die informatie delen wij ook als we een onderzoek doen in de kring van partners rondom het veiligheidshuis. Dan vragen we aan hen, kennen jullie Jantje? We zeggen daarbij dat ze die informatie nergens voor mogen gebruiken, want ze weten dan dat wij geïnteresseerd zijn.
Zij mogen de informatie nergens voor gebruiken. Wij vragen ook niet om de inhoud van de kennis die de partners over betrokkenen hebben. We vragen alleen maar of ze hem kennen. Met die informatie gaan we naar de triage. En in de triage wordt besloten of een zaak wel of niet door het veiligheidshuis wordt opgepakt. Of dat die wordt doorgestuurd naar een van de partners van het veiligheidshuis. En we beloven erbij, als we die beslissing genomen hebben, wissen we alle informatie. En dat doen we ook. En dat weet de aanmelder. En dat weten ook de partners die we bevraagd hebben over de zaak. Ja, dank Ro voor deze toelichting. Ik vind het altijd mooi om te zien hoe de zorg- en veiligheidshuizen super praktisch zijn, maar het ook echt netjes en zorgvuldig hebben ingericht. En hoe ze van die hele brei aan regels en beleidsnota's gewoon hele praktische werkwijze maken. Het is volgens mij een mooie toelichting op hoe dat in de praktijk kan worden gedaan. We komen zo'n beetje tot de afronding van het blokje over de vuistregels, maar niet nadat ik Annelieke heb aangekeken of er nog vragen zijn vanuit de chat. Ja, ik zie dat er een hele levendige chat is met veel vragen. Mooi. En ik zie ook dat mensen daarbij ook al oog hebben voor elkaars achtergronden en organisaties. Dus dat is goed om te zien. Ik wil graag ingaan op een vraag van Anja. Zij vraagt in welke vorm moeten afspraken vastgelegd worden? Dus wie registreert, wat mag worden gedeeld en tot op welk detailniveau? Leon. Nee, doe ik. Het is natuurlijk interessant. Eigenlijk speelt daar de noodzaak. Wat heb je nodig om te kunnen functioneren? Dus ik zeg altijd, maak vooral, leg eventueel de afspraken vast over wat welke partij gaat doen. Ga niet uitgebreid notulen maken, woordelijke notulen, want er is nergens voor nodig. Maak op hoofdlijnen notulen eventueel voor de regisseur. Maar bij de afspraken over wie welke informatie meeneemt, moet op dat moment elke partij zelf even opletten wat die aan informatie meeneemt. Kijk, als je in een verslag wat je rondstuurt gaat zetten wie welke informatie meeneemt, dan heb je nog steeds die fragmentatiebom van gegevens. En dat is niet de bedoeling. Dus maak een afspraaklijstje. En ik kan me best voorstellen dat de regisseur ietsjes uitgebreider voor zichzelf informatie vastlegt, maar ook eigenlijk alleen wat heeft hij nodig voor de regie. Die hoeft ook niet heel inhoudelijk vast te leggen wat er precies met Jantje of Marietje aan de hand is. Maar beperk dat zoveel mogelijk. En maak dat ook eens onderwerp van gesprek, hè? Want er valt in abstractie niet zo heel veel over te zeggen, maar pak eens een keer een kaas bij de kop en voer eens elkaar met het gesprek van, goh, wat is er nou eigenlijk echt nodig om vast te leggen in het afspraak, wat zou er af kunnen. En wat ik daar straks zei, als mensen, als professionals dat gesprek met elkaar gaan voeren, dan zie je eigenlijk dat de informatie waarvan iedereen denkt, ja, maak een uitgebreide notulen, want dan weten we het maar allemaal enzovoorts. Meestal doen ze niks meer met die notulen. En dan zie je eigenlijk dat de informatieverspreiding, die zie je afnemen. En ze komen zelf met de oplossing, ja, maar dat hoef ik niet vast te leggen of dat hoef ik niet te weten. En dus maak er eens onderdeel van je gesprek. Maak er een lerend proces van. En voer gewoon dat gesprek over wat is nou eigenlijk noodzakelijk. En als je dan met samen tot de conclusie komt, ja, wij denken dat dit echt noodzakelijk is. En een partij heeft er geen bezwaar tegen dat het bij anderen ook in een dossier komt. Nou, dan is dat zo. Ja, noodzakelijk is noodzakelijk. Maar het is een houdelijke afweging. Het is geen abstracte afweging van een privacy-expert. Ja. Ja, dat is, ik bedoel, ik zadel jullie misschien op nu met een probleem. Maar jullie zouden ook helemaal niet willen dat ik dat ga definiëren, want dan komen jullie morgen met een casus dat je zegt, ja, maar nou is het heel belangrijk om dit wel vast te leggen en dan mag het niet van meneer Zonneschijn. Ja, daar help ik jullie niet mee. Nee, nou, ik denk bij die vastlegging kunnen we ook terug verwijzen naar de vuistregels die je net gaf. Hè. Daar staat ook een paar hints wel in, dat je alleen gegevens verder gebruikt met toestemming van degene die de informatie heeft ingebracht, bijvoorbeeld. Dat is belangrijk, dat is een belangrijk. En iets anders nog over vastleggen. Je legt natuurlijk nu heel veel uit over vastlegging van de persoonsgegevens en de echte casusinformatie. Een andere vorm van vastlegging is denk ik de afspraken. Hè? Bijvoorbeeld die vuistregels. Hoe gaan we met elkaar om? Ja, daar kan het ook verstandig van zijn om zulke soort afspraken van tevoren met elkaar vast te leggen. Dus die vuistregels of zo'n A4'tje met een aantal werkafspraken. Dat is ook best goed om met elkaar van tevoren dat ook vast te leggen en met elkaar te delen. Dat zijn natuurlijk geen persoonsgegevens, maar is wel een vorm van vastlegging. En dat hoeft niet altijd meteen een convenant te zijn, maar dat je wel weet wat je van elkaar kunt verwachten. Ik zie dit soort afspraken zie ik echt als een vorm, als een onderdeel van het organiseren van het inrichtingsvraagstuk. Als je dat soort afspraken niet maakt, moeten professionals het zelf weer gaan uitzoeken. Maar als je dat soort afspraken gewoon zegt, zo werken wij samen en dat spreek je met elkaar af, dan is dat het, zeg maar. Ja,
Met het oog op de tijd, wou ik door naar het volgende blokje, Leon. Dan komen we echt op het AVE-model en het schakelen tussen tafels. Want we hebben nu heel veel stilgestaan bij het organiseren van een casusoverleg of een gesprekstafel. Maar het kan natuurlijk ook nodig zijn dat je schakelt van de ene tafel naar de andere tafel. Dus in AVE-termen dat je schakelt van AVE-2 naar AVE-3. Of een praktijkvoorbeeld, een wijkteam die zegt deze casus groeit me boven het hoofd. Ik zou hem willen aanmelden bij het Zorg- en Veiligheidshuis. Hoe kun je dat nou zorgvuldig organiseren? Nou, eigenlijk loopt dat langs dezelfde lijn als een casusoverleg. Hè. In een casusoverleg kom je tot de conclusie van, nou moeten we gaan opschalen of nou kunnen we afschalen. En in het casusoverleg bespreek je dan eigenlijk twee dingen. A, wie doet dat aanmelden bij die andere tafel? Want van tafel naar tafel, dat kan niet. Want overlegtafels hebben geen wettelijke taken, dus die kunnen als tafel geen gegevens verwerken. Dus je spreekt af, wie meldt dan aan bij die andere tafel? En welke informatie vinden wij dat we vanuit onze eigen overleg mee kunnen geven naar die andere tafel? En dan kan het zijn dat een partij zegt van, nou, je mag wel aangeven dat ik betrokken ben, maar als ze meer willen weten, dan moet het Zorg- en Veiligheidshuis of het wijkteam, als afgeschaald wordt, mij maar uitnodigen, want dan kan ik in het overleg bepalen welke informatie ik wel en niet wil geven. Of iemand die zegt van, nou, doe dat nog maar even niet. Ik wil eerst spreken met mijn cliënt om te kijken of het kan of niet. En zo moet je elkaar ook de ruimte gunnen om daarin eigen verantwoordelijkheid te nemen. En maar als je het langs die lijnen doet, dan zit je eigenlijk altijd goed. Mooi. Ja, en ook die vraag, hoe je dat dan praktisch doet, zoals jij het nu uitlegt dat je dat kunt inrichten, hebben we aan Rokhard en Virgio gevraagd hoe zij dat in Breda bij het Zorg- en Veiligheidshuis de Baronie hebben gedaan. Dus daar hebben we een vervolg op zijn filmpje van net. Van hoe schakel je nou tussen verschillende overlegtafels en hoe kun je nou op- en afschalen? Je hoeft niet alle informatie met elkaar te delen om samen te werken. Je hoeft niet alles op te schrijven wat je met elkaar deelt. En dat betekent voor ons casusoverleg dat we in casusoverleg beginnen met eerst, wat is het probleem? Waarom is een zaak bij ons weggelegd? En vervolgens de allerbelangrijkste stap, wat gaan we dan oplossen? Wanneer is het probleem opgelost? Wij hebben gezegd dat we die informatie ook bij de partners laten en dat we alleen de afspraken onderling gemaakt vastleggen. En zo'n afspraak is bijvoorbeeld, jij gaat bij betrokkenen op bezoek om een diagnose te stellen. Nou, is dat risicovol voor de aanpak van een zaak? Nee, dat mag een betrokkenen best weten dat we dat hebben afgesproken met een psychiater. Dat levert een hele gestructureerde aanpak op, een heel gestructureerd en doelgericht. En het gevoel van veiligheid bij partners, dat ze weten welke informatie ze hebben gedeeld en waarvoor die gebruikt wordt. De eerste manier is dat we ze allemaal trainen. Er worden trainingen gegeven, het delen van gegevens. En we hebben erg veel partijen, erg veel professionals in de ring rond het Veiligheidshuis uitgebreid getraind. Verder hebben wij ook een voortdurende vraagbaak in het Veiligheidshuis. Mensen mogen altijd bellen als ze met een dilemma zitten of een vraag. Dus daar geven we antwoord op. En daar zit ook een privacydeskundige die antwoord geeft op privacyvragen. Maar al met al hoeven we eigenlijk niet zoveel te weten aan tafel in het casusoverleg. Want het gaat erom, wat is nou het probleem? En als het probleem is dat iemand heel anders reageert op kwesties, omdat hij, populair gezegd, zo gek als een deur is, dan hoeft de psychiater daarbij niet een diagnose te stellen. En niet te zeggen dat het ligt aan het syndroom van weet ik veel. Dat is voor ons helemaal niet relevant. Dus een psychiater hoeft bijvoorbeeld zijn beroepsgeheim geen geweld aan te doen. Wij vragen psychiaters aan tafel om mee te denken over de oplossing. En niet om het probleem heel diep te duiden. We hebben weliswaar afspraken met partners. Deze informatie mag je meenemen voor dat doel. Maar de praktijk is wel eens weerbarstig en ik ben niet gek. Mensen maken aantekeningen en die nemen ze mee naar hun eigen kantoor. En dan zien wij niet wat ze ermee doen. Dus ik vrees dat er links en rechts achter de deuren van de kantoren van partners informatie ligt opgeslagen, waarvan wij niet willen dat die daar opgeslagen ligt. Het enige wat wij kunnen doen
is onze partners daarop wijzen, om professionals keer op keer te wijzen op de verantwoordelijkheden die ze dienaangaande hebben. Dank Ro voor je toelichting uit de praktijk. Blijft altijd mooi, vind ik, om op die manier te zien hoe de praktijk daar ook mee omgaat. Dat over het blokje op- en afschalen tussen verschillende tafels. Maar ik heb ook even naar Annelieke. Zijn daar vragen over gesteld of over partijen die aan tafels deelnemen? Is daar in de chat nog discussie over? Ja, er is een vraag van Zoe. Als je kijkt naar de vuistregels, betekent dat ook in de praktijk dat je soms een overleg kan hebben waar bijvoorbeeld 12 casussen worden besproken, dat je dan ook 12 keer moet wisselen van partners, terwijl het soms ook heel fijn is om juist andere inbreng en frisse ideeën te krijgen. Is daar geen grondslag voor of is het toch een manier om daarmee te kunnen werken? Nou, dat kan wel, hè. Maar dan spreek je af, oké, deze partij die zit nu aan tafel. Niet vanwege zijn inhoudelijke betrokkenheid, maar als adviseur. Of als partij die informatie geeft. Dat kan. En dan treedt hij op dat moment eigenlijk op ten dienste van de partijen die wel betrokken zijn op de casus. Dat kan je doen. Maar er is wel één regel. Hij neemt niks mee. Iemand die er alleen maar zit om mee te denken over de oplossing en te adviseren, neemt niks mee. En ik zeg er ook bij, dit moet niet een trucje worden om toch maar gewoon met Jan en allemaal om tafel al die casussen te blijven bespreken. Want als je dat doet, dan ben je niet zorgvuldig bezig. Dus als je dan partijen mee betrekt die niet bij de casus, die geen betrokkenheid hebben bij de casus en ook niet iets gaan doen, dan moet je dat heel goed, dan moet je heel goed nadenken waarom zit deze partij erbij, waarom zit deze persoon erbij, kan ook een persoon zijn, en goed afspreken dat die vervolgens ook echt niks meeneemt en niks mag gebruiken. En Ro zei het al, dat kun je natuurlijk niet helemaal controleren, maar ik zeg altijd, één keer de hand lichten met de afspraak is een tik op de vingers, tweede keer doe je niet meer mee. En er komen wel eens, ik kreeg laatst een casus voorbij, dat een psychiater had in een casusoverleg het een en ander verteld. De afspraak was dat niemand dat zou gebruiken. En later kwam hij erachter dat de operatie dat had gebruikt voor een huisuitzetting. Ja, dat vind ik echt onbeschoft. En dan ondermijn je als het ware het vertrouwen in de samenwerking. En je brengt die psychiater in enorme problemen. Want die kan een tuchtrechtklacht krijgen. En dat tuchtrecht dat rust op de psychiater als persoon. En die kan dan eventueel geschorst worden voor zijn werkzaamheden en dat soort zaken. Dus ik vind ook dat daar moet je echt heel zorgvuldig in zijn en dat ook steeds wel onderwerp van gesprek houden. En ook echt streng zijn als een partij de hand ligt met dat soort afspraken. Ja, ja, en ik denk ook wie er deelneemt aan een casusoverleg, dat hoe meer partijen deelnemen, hoe groot het risico is dat je daar ook niet zorgvuldig met informatie omgaat. Dus het is ook echt verstandig om per casus, per individueel geval, af te wegen, moet de persoon erbij zijn. En dat zie je dus ook wel gebeuren in de praktijk van casusoverleggen, dat als een nieuwe casus aan de orde komt, er een gewone wisseling van deelnemers is, en sommige partijen gewoon even op de gang moeten wachten. En natuurlijk nu met de online vergaderingen is het bijna nog makkelijker om even iemand buiten de vergadering te zetten. En doe dat wel. Dus zeg niet van blijf er even bij en doe je oren dicht. Nee, echt gewoon fysiek uit de vergadering als je niks met die casus te maken hebt. Daar moet je ook gewoon zorgvuldig mee omgaan. Ja, en ik zeg er ook altijd bij, hè, doe het niet voor de wet. Doe het gewoon omdat je zorgvuldig wilt omgaan met die burger. En die heeft er niks aan als Jan en alle man weten wat er met hem aan de hand is, terwijl ze er eigenlijk niks mee te maken hebben. En dan kunnen we wel zeggen dat we het doen om die burger te helpen, maar het is gewoon niet netjes. Ja. Met het oog op de tijd, want we gaan richting een afronding toe. Maar het laatste blokje wou ik toch nog wel aan je voorleggen, Leon. Want jij hebt heel veel verteld over hoe je het praktisch in kunt richten en hoe het nu in de praktijk gaat. En daar zitten best wat haken in de ogen aan, maar ook heel veel mogelijkheden in. Maar er gloort ook nieuwe wetgeving aan de horizon, waarin hopelijk een aantal dingen makkelijker worden gemaakt. Jij bent er nauw bij betrokken. Kun je daar kort iets over vertellen welke wetgeving nog in het verschiet ligt? Ja, nou, ik zie de twee wetten die dan in ieder geval erg belangrijk zijn, denk ik, ook in het kader van het AVE-model, staan op de sheet. Hè. De ene is de WAMS, het wetsvoorstel aanpak meervoudige problematiek, sociaal domein. En het andere wetsvoorstel is het wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, waarin ook de zorg- en veiligheidshuizen geregeld worden. Nou, dat eerste wetsvoorstel, de WAMS, dat zorgt ervoor dat er eindelijk een goede juridische basis komt voor een integrale aanpak bij multiproblematiek. Dus die creëert een goede juridische basis voor het college om te verkennen of er sprake is van multiproblematiek, dat partijen mogen overleggen, casusoverleg gevoerd kan worden en dat soort zaken. Dat komt omdat de autoriteit persoonsgegevens heeft steeds gezegd,
van ja, dat één gezin, één plan, één regisseur bij de decentralisaties, dat is leuk, maar dat had de wetgever beter moeten regelen. Nou, dat gaan we met dit wetsvoorstel doen. Dat wetsvoorstel, nou, toevallig is gisteren is het naar de wetgevingstoets gegaan. We verwachten in het voorjaar naar de Raad van State en hopelijk voor de zomer naar de Kamer te kunnen. Het tweede wetsvoorstel, gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Daarin worden een aantal samenwerkingsverbanden geregeld die vooral in het veiligheidsdomein zitten. Maar ook de zorg- en veiligheidshuizen worden daarin geregeld. Dus er komt eindelijk een goede wettelijke basis voor die uitwisseling tussen partijen in het zorg- en veiligheidshuis. Hoef je niet meer bang te zijn of het wel of niet mag. Dat kan dan gewoon. Dat wetsvoorstel is voor de kerst in de Tweede Kamer aangenomen. Dus dat ligt nu bij de Eerste Kamer. En we hopen dat het toch in de loop van dit jaar ook door de Eerste Kamer komt en dat het dan snel ook van kracht wordt. En ik denk als we die twee wetsvoorstellen samen hebben, dan hebben we met een aantal andere wetsvoorstellen die recentelijk aangenomen zijn, hebben we echt een heel goed juridisch kader om multiproblematiek verder te helpen, althans op te lossen. Zowel in de lichtere gevallen, dat valt dan meer onder de WAMS, als de meer zwaardere gevallen waarbij ook criminaliteit en veiligheid een rol speelt, zoals in de zorg- en veiligheidshuizen. En daarmee denk ik dat deze twee wetsvoorstellen ook heel erg het AVE-model faciliteren. Het maakt het mogelijk om op en af te schalen, het maakt het mogelijk om casusoverleg te voeren. En ik denk dat dat voor professionals een enorme steun in de rug is. Ja, dank. En meer op een persoonlijke noot ook, Leon. Jij bent natuurlijk nauw betrokken bij die wetten. Dat zie ik in mijn dagelijkse praktijk elke dag gebeuren. En ik zie ook dat heel veel van het gedachtegoed wat je het afgelopen uur hebt uitgelegd over die fasering en over taken en doelen en zorgvuldig organiseren van samenwerking en gegevensdeling, zie ik ook in die wetten terugkomen. Dus ik vind het zelf prachtig dat je dat ook echt in die wet hebt ingebracht. En op die manier ook iets meer rationaliteit en praktijk in de wetgeving inbrengt. Dus in elk geval dank daarvoor. We gaan richting een afronding. We hebben nog net een paar minuten over. En eigenlijk mijn laatste vraag aan jou zou zijn, Leon. Voor de oudere kijkers onder ons. Vroeger had je op tv de Jerry Springer Show. Die had aan het eind van altijd zijn final thought. Dan ging hij op een stoel zitten. Dan keek hij belangrijke lens in. En had hij nog een laatste paar overwegingen om ons mee te geven. Heb jij op die manier nog een laatste gedachte waarmee je ons de middag in wil sturen, Leon? Ja, drie heb ik er. De eerste is, als je nou als professional denkt van ja, het is mij helemaal niet duidelijk wat wij hier, waarom wij mogen wat we doen. Blijf niet zelf daarmee rondlopen, maar spreek je organisatie aan. Zeg van ja, allemaal prima dat jullie ons aan deze overleggen sturen, maar als jullie ons niet vertellen wat het kader is, de context en wat er kan en mag, dan kunnen wij ons werk niet. Als organisaties het niet goed inrichten, kunnen professionals het niet goed verrichten. Neem die aap niet op je schouder als professional, maar spreek je organisatie daarop aan. Ik heb onlangs een handreiking gemaakt over het pettenvraagstuk in wijkteams. Maar dat gaat exact daarover. Douw die onder de neus bij je manager en zeg ga aan de slag. Het tweede is, als professional moet je eigenlijk steeds, verlies je niet in juridische discussies. Probeer zorgvuldig te handelen. Zorgvuldig, van wat is zorgvuldig naar die burger toe? Hoe gaan we daar netjes mee om? En dan zit je bijna altijd goed. Dan zul je best wel eens een keer een gegeven delen wat je misschien niet had mogen delen, maar dat is dan echt niet zo'n ramp als je er goed over nagedacht hebt met die principes die we een aantal keren hebben besproken vandaag. En het derde is, zeker tussen mensen met een beroepsgeheim en mensen zonder beroepsgeheim, hebben een beetje compassie met elkaar. Als je iemand met een beroepsgeheim een vraag stelt, zadel je hem per definitie op met een probleem. Dus vraag niet te veel, denk goed na over wat je vraagt. En ik zeg altijd tegen de mensen met een beroepsgeheim, verkoop geen gemakkelijk nee. Een paar jaar geleden hebben we een traject gedaan met alle branche beroepsorganisaties in de jeugdhulp en jeugdbescherming. En een van de mooiste vuistregels die we toen hebben afgesproken is, ook als je denkt dat je geen informatie kunt delen vanwege je beroepsgeheim, ontsla het je niet van de verantwoordelijkheid om mee te blijven denken over een oplossing. Dus hou de ogen op de bal. Blijf vanuit de inhoud en vanuit de samenwerking en wat nodig is om iets op te lossen redeneren. En focus niet op het delen van gegevens, maar focus op wat je kunt bijdragen aan de oplossing. Dat is eigenlijk wat ik zou mee willen geven. Dank Leon, een mooie laatste gedachte volgens mij. Heb een beetje compassie met elkaar in de samenwerking en probeer elkaars positie te begrijpen. Ik kom tot de afronding, want het is ook 12 uur. Ik zou willen zeggen dank enorm voor jullie aandacht en voor jullie bijdrage in de chat. De vragen die in de chat zijn gesteld zijn heel veel niet aan de orde gekomen. Daar gaan wij Leon en ik nog wel op in en er volgt een nazending waarin ook die vragen beantwoord zullen worden. Bij die nazetting zullen ook de slides meegestuurd worden. En bij die slides zit ook een laatste slide met een aantal links die u kunt doorklikken. Onder andere een filmpje vanuit het WAMS, het UP-traject, waarin Leon Sonneschijn en Febe Otten van de gemeente Zaanstad uitleggen ook
hoe je met gegevensdeling op de werkvloer om zou kunnen gaan. Dus die ontvangen jullie nog. Dan rest mij eigenlijk weinig meer dan jullie te danken voor jullie aandacht. En de laatste oproep zou zijn, als het gaat over privacy en gegevensdeling, let een beetje op de persoonsgegevens van de mensen waarmee je werkt. En in deze tijden van corona, let een beetje op jezelf en op elkaar. Dank voor jullie aandacht en ik wens jullie een hele goede verdere dag en veel wijsheid in jullie werk rondom de privacy en gegevensdeling. Tot zover.